Hi allemaal, leuk dat u weer kijkt. Vanaf nu weer even vlogs zonder intro. We zijn weer onderweg naar Hongarije. En we hadden een overnachting geboekt op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. Alleen file. Het is bijna 12 uur. Het is echt een stuk later dan gepland. En uiteindelijk heeft hij de kamersleutel en een speciale box achter het hotel achtergelaten met een code erbij. Maar het is in ieder geval goed gekomen. Het is voor mij best een hele mooie kamer. Lekker stoeltjes erbij. Paul zit te gapen op het toilet. De bedden. Je moet alleen nog eventjes een dekbed goed leggen natuurlijk. Maar ik denk dat ik het wel een hele mooie kamer vind. Grote spiegel, dat is ook altijd grappig. Leuk effect geeft dat altijd natuurlijk op die manier. Dus Paul gaat zo nog even douchen. En dan gaan we zo snel mogelijk pitten, denk ik. Want voor mij zijn we allebei een beetje gaar. Nou, ik wil de badkamer alleen nog even laten zien als Paul van het toilet is, zo meteen. Ik zet hem heel even pauze. Oh ja, tafelwater komt gewoon ook uit een automaat. Maar dat laten ze zo naar beneden vallen. In een glazen flesje gewoon zit het. Dus dat is een beetje tricky, een glazen flesje zo naar beneden laten vallen. Maar goed. En dit stond al op tafel, maar daar moet je voor betalen. Maar dit is voor mij iets van een drankje of zo. Nou, een hele mooie douche. Dus. Hier een spiegel. Toiletje erbij. En aan de andere kant een föhn. Dus over compleet haast. Nee, echt hartstikke fijn. Prima verzorgd, hangt zelfs shampoo bij de douche. 2 in 1. Dus hartstikke mooi. En dan nu uitrusten. Ik zou zeggen, laters.